Duitsers binnenvielen, was ik natuurlijk ontzet. Maar ik dacht stiekem in mijn hart ook een beetje oorlogschirurgie. Snelheid, actie, snel beslissingen nemen. De ziekenhuisdirectie zou meteen inzien dat mijn benoeming een schot in de roos was geweest. Afdeling chirurgie met wel 300 bedden. Harry, hier is je eten. Lekker. Ga ik even de krant lezen. Er staat zo'n leuke rubriek in over Speenhof. Die beantwoordt vragen van lezers. Dan kan je tenminste een beetje lachen. Want in de rest van de krant staat niet zulk leuk nieuws. Nee. Wee mij, armen die gezien hebben wat ik zag, zie wat ik zie. Wee mij, armen die gezien hebben wat ik zag. Wee mij, armen die gezien hebben wat ik zag, zie wat ik zie. Wee mij, armen die gezien hebben wat ik zag, zie wat ik zie. Ja. Weet je het zeker? Met Pinksteren zijn mijn ouders niet thuis. Het huis is leeg. Dan kom ik naar je toe, Cato. Eindelijk klaar. Oh, dat lijkt me zo lekker weer om een speklapje te eten van gemaakt door mijn moeder. Hoe zou het met haar zijn? Ik ga er morgen bellen. De vreuling had in afgewekt. Je hetst is er weer daar. Je hetst is der vreuling weer daar. Jetzt ist der Frühling da.